Want Dick liet jou natuurlijk debuteren. Ja, maar ik heb heel veel te danken aan de trainer natuurlijk. Ja, ik ga geen Dick zeggen, want dat vind ik minderwaardig. Dus ik zeg altijd de trainer. Hij toch Dick? Ja, weet ik wel. Maar dat, voor mij kan dat niet. Ik ga altijd of u of de trainer. Dus, heel goed. Ja, dat hoort toch zo? Of niet? Nee, ik vind dat heel lief. Ja. Ik zeg gewoon Dick. Dat sleept hem. Nee, maar was mooi. Was mooi, zeker. Maar wat heb je van hem, wat heb je aan hem te danken dan? Want je zegt, hij heeft veel voor me betekend. Wat? Ja, hij heeft me laten debuteren natuurlijk. Ja? Maar heeft hij ook een beetje begeleid? Heeft hij een beetje warm opgevangen? Heeft hij dingen tegen je gezegd? Ja, maar is gewoon een toptrainer. Ik zeg, ja, ik heb wel eens dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Dus Dick heeft me een keer betrapt ook. Toch? Jawel. Maar? Waar? Ik heb wel meerdere. Vertel. Nee, jij was het. Nee. Ik had een keer een... wij zaten in Noordwijk en toen verveelde ik me een beetje. Dus ik denk, we moesten om 12 op de kamer zijn. Ik had nog 2 uurtjes of zo. Ik denk, laat even een meisje komen. Dus, maar dat hadden ze al door. Dat hadden ze al door, volgens mij, bij de beveiliging. Dus ze liet haar helemaal naar de 6e etage gaan. Dus zij appt mij van, ik ben er. Dus ik deed extra conditietraining natuurlijk, weet je. Zo ben jij? Ja, zo was ik. En dus moest ik naar beneden. Maar ik kon die trap niet vinden, die noodtrap, weet je wel. Nou, ik zoek, helemaal paniek. Dus nee, ik weet het niet. Ik druk op die lift. Ik denk, als ik in de lift ga, dan zien ze me. Dus die lift komt eraan, beveiligen. Hoi. Ik zeg, hoi. Ik wist al langer. Ik denk, nou ben ik te lul, hè. God, zo aan jou, hè. Volgende ochtend moet je een strandwandeling maken. En toen hoorde ik in één keer de trainer tegen Van Hanegem. Wie was het? Van de meiden. Shit, godsamme. Dus ik naar die wedstrijd toe. Maar ik wist al, dus anders had het al door dat ik het was geweest. En ik zat altijd achterin met Kluivert, David Cedo. Achterin was dat mijn stekkie daar. En die David zegt tegen mij, wat is er aan de hand? Je hebt altijd een grote bek, maar nu ben je stil. Maar ik zeg, nou, niks aan de hand, joh. Ik speelde ook nog, hè. Dus ik speelde zo slecht. We speelden tegen Frankrijk in de Kuip. Tegen die Lisa Razou, die kleine, die geweldig groot elftal hadden ze. En een keer na de wedstrijd kwam de trainer naar me toe. En die kwam van mee. Ik zei, ja, Van Hanegem die zat al in het kamertje. Die deed al zo. Dus de trainer zegt tegen mij, waar was jij gisteravond? Ik dacht, ja, ik kan er wel omheen draaien. Ik zeg, trainer, ik lag te neuken. Ja, maar weet je... De kapper was er niet. Wat zeg je? De kapper was er niet. Nee, de kapper, dat was er. Volgens mij moest ik ook nog mijn excuses aanbieden, toch? Toen, voor de groep. Naar de spelers. Ja, de spelers. Dus dan ben je een kleine jongen en dan sta je... Maar wacht even, ik begrijp het niet. Dat was dinsdagavond. En pas na de wedstrijd zei je het... Nee, joh, dat is ervoor. Hij verzint het ter plekke. Nee. God. Ja, maar zo heb ik het beleefd. Dus misschien... Nee, oké. Want ik heb nooit... Ik kan nooit de dag voor de wedstrijd zeggen, want dan had je niet gespeeld. Dat was Frankrijk thuis. Was het maar dat kan op een maandagavond zo zijn geweest. Ja. Dan hadden jullie wel meer van die gekke dingen. Op maandag mocht dat. Nou, dan zag ik het niet. Maandag zag ik het niet. Nee, maar dat is wel mooi, weet je. Want dan werd er ook niks gezegd of zo. Er werd niks gelekt. Dus dat, anders kwam het natuurlijk in de pers. En het is een domme fout die ik gemaakt heb. Het was wel lekker, maar het is gewoon... Ja, ik had iedereen wel in de problemen kunnen brengen. Maar dan gaat hij er wel heel goed mee om, dat hij het stilhoudt en mij gewoon... Daarna heb je het nooit meer gedaan, dus dat scheelt ook. Nee. Niet met die vrouw. Nee. Ja, we hebben ook zo'n... Ja, Kees, ik zit jou aan te kijken. Ja. Zo'n uitzending is het, en dat je het weet. Nee, maar ik ken die heel goed. Ja. Dus ik vind het verhaal verbaast me niet. Ik ben blij dat ik persje ben geweest in de periode dat er nooit iets gebeurde. Nee, nooit, hè? Nee, altijd over geweest. Vertel eens. Ja. Ja, die anekdote moet er nog wel komen. Als Wesley er is, ja. Oh ja, als Wesley er is. Ja. Wesley, kom eens. Kom dan maar.